Hallo iedereen. Ik was eventjes bezig met een aantal kaarten te trekken om te zien hoe dat eigenlijk het afportaal morgen eigenlijk overgaat, die eigenlijk al open is. En ik wil in de boodschap met jullie delen. Dus je ziet, in het verleden was er eigenlijk een verlies van motivatie. Ik heb dat zelf ook een stuk ervaren en mijn omgeving ook zelf. En dat heeft ook te maken met die Mars teken. En dat heeft ook te maken met het feit van hoe dat de planeten staan. En het feit dat we eigenlijk het niet meer kunnen gaan doen. Dus dingen dat we gekend hebben, die kunnen niet meer op de manier zoals we het altijd gedaan hebben. En dat zorgt ervoor dat we natuurlijk ons stukje, zoals je hier kan zien, wat los voelen. We voelen ons niet meer verbonden met waar we wonen, wat dat we doen. We zijn eigenlijk een stukje op zoek weer naar wat dat het is. En ook hier zie je ook weer het Mars-teken. Nu, wat zien we ook nog? Dat door het disconnecten, dus door de verbinding te verliezen, gaan we de ruimte openen zodat we eigenlijk ook meer contact gaan vinden met de mensen die er wel toe doen. Waardoor dat er meer van die, zoals je hier ziet, comfort en connections, dus voedende relaties, vervullende relaties op je pad gaan komen. En dat is ook hier echt in de schorpioen. Dus zie daar, het schorpioenteken, dat is ook echt de bedoeling dat dat nu in deze periode nog tot eind deze maand gaat gaan gebeuren. Waarom? Omdat we eigenlijk nu zitten in het volledig vervolledigen van de evolutie naar die divine feminine energie. Iedereen heeft de divine feminine energie in zich. Als je een tweelingvlam bent, dan ga je iets meer de mannelijke of de vrouwelijke energie in jou hebben. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat iedereen groeit tot het zijn van die empress of de emperor, afhankelijk van de situatie. Dus daar zie je dan ook hier dat ook die vrouwelijke energie erbij komt kijken. En dat maakt natuurlijk, want deze twee zijn er samen uitgekomen, dat het tijd is om eigenlijk niks te gaan doen. Dus het af-af-portaal is echt bedoeld om die energie, niet de energie, ja, ook de energie die we ontvangen hebben te integreren, dat wel, maar vooral ook de lessen eromtrent verder te integreren. En dat kan alleen door naar binnen te gaan, door eventueel te mediteren, door te focussen op de dingen die we willen gaan manifesteren. En wat zie je dan? Dat we eigenlijk ook het advies krijgen om te verbinden met de natuur. Dat kan zijn via dieren, dat kan zijn gewoon buiten zijn, gewoon in de regen gaan staan, wat dat ook maar is. Maar zodanig dat je eigenlijk niet valt in de kuil van vervelen. Want ik heb dat vaak als ik te lang bijvoorbeeld in het niet-actie ga zitten. Of als ik moet in niks gaan doen. Dus eigenlijk in non-action gaan. Dat mijn mind weet het van ja, maar ik moet nog dit doen en dat moet nog gedaan. En ik zou beter dit en dat. Dus het is de bedoeling om, als je dat ervaart en naar buiten gaat, dat je je verbindt met de natuur, met de zee, water, wat dat ook maar is, dat je voelt. Op dit moment is water heel krachtig, daarom regent het ook heel veel, omdat er ook healende codes in het water zitten natuurlijk. En dan ga je zien dat van zodra dat het portaal eigenlijk weer wat gesloten is, na de nieuwe maan van maandag, dat er eigenlijk weer nieuwe dingen gaan openen. Nog zeker deze, dus voor nog 21 november, ga je in de vrouwelijke energie ook weer nieuwe dingen gaan zien? Ga je weer de balans zien met die mannelijke energie, hoe dat alles zo mooi samenwerkt? Om uiteindelijk, zoals je hier ziet, ook die perfecte balans te gaan creëren. Want al de dingen die nu gebeuren, zijn eigenlijk een stukje buiten jouw controle om. Dus het wiel van fortuin is aan het draaien. Het is aan het draaien. Dingen die voor jou voorbestemd zijn, die voor jouw lot zijn, die gaan op je pad komen. Maar het is natuurlijk belangrijk dat je leert om echt in die non-actie te gaan. Nu is het moment om je mind op een goede manier te gaan focussen en eigenlijk te gaan stil krijgen. Want als je goed kijkt, dat zijn munten, munten, water, 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 water. En dat zijn, behalve deze, is één gedachte, maar dat heeft dus te maken met niks gaan doen, dus stil zijn. En dus heeft te maken met het controleren verder van die gedachten, opdat het universum eigenlijk voor jou zou kunnen gaan werken. En dan wil ik nog één kaart meegeven van de unicorns. En dat is, wat krijgen we? Jouw persoonlijke unicorn. Bathe in pure love, stay open to unicorn magic.
En niet alleen voor unicorn magic, maar gewoon voor magie in het algemeen. hoe meer je in die hogere eenheidsenergie gegrond bent, hoe meer je gaat ervaren dat je verbonden bent met alles om je heen. En dat is eigenlijk ook het stuk dat we nu nog ook op een dieper niveau moeten gaan leren. Ik ga in de loop van het weekend of misschien volgende week ook een video maken rond controle en wanneer zit je in controle en wanneer zit je in de overgave en loslaten. Omdat ik merk dat dat voor een aantal mensen nog niet altijd helemaal duidelijk is hoe dat zich dan uit. Maar dus verbind je met je eigen unicorn die in jou aanwezig is en verwacht dat magie op je pad gaat komen. Veel plezier!